Ilona, even terug naar jou. Je was al eigenlijk al heel vroeg in de weer met vechtsporten. Ja. Poppenspelen was er niet bij voor jou? Nee, dat was nooit mijn ding geweest. Je vocht je eerste partij op je 15e, je eerste kickboxpartij? Ja. En hoe was dat? Je allereerste partij? Ja, heel raar. Ik net zeggen, ik deed net nog geen 2 weken aan het kickboksen zelf. Daarvoor natuurlijk wel taekwondo gedaan en gebokst een jaar. Ja, dan sta je ineens in een ring. Die touwen was ik ineens erbij. Niet gewend. Ja. En op een gegeven moment, ik vergeet nooit meer, ze pakt mijn beet en ze geeft een knie. En op dat moment kijk ik naar mijn trainer. Ik zeg, mag dat? Hij zegt, ja, dat mag. Ik zeg, oh, oké. Okay. En ja, ik wist helemaal niks. En dan, maar ja, het vechten zat er wel al gewoon in. En toen met, ik denk dat ik 5, 6 hoge trappen achter elkaar maakte en allemaal raak. En toen was het einde partij. Einde partij. En toen had je gelijk gewonnen. Ja. Laten we eens even kijken naar de highlights van Ilona. The Iron Queen, Ilona Beymans. Chickens. By unanimous decision, the winner from the red corner, the Iron Queen, Ilona Beymans. Je hebt vaker op het laatste moment bedacht, oh ja, ik val wel even in, geen probleem. Ja. Is het dat jij het hele jaar door gewoon constant een soort met fit bent? Nee. Ik ben ook echt wel eens wedstrijden ingegaan dat ik zeker niet fit was. Maar dan komt toch misschien dat vechtertje me naar boven. En dan, wat is dat dan, dat je dat dan toch hebt? Dat je toch onvoorbereid, terwijl iedereen daar toch wel, hè, we nemen toch wel serieuze maten aan als je goed wil voorbereiden op een goede partij. Maar jij denkt op het laatste moment, weet je wat, ik wil mensen graag een pot geven, dus je gaat gewoon... Ja, ik vind, weet je, het publiek die moet gewoon een mooie partij krijgen. En ik wil gewoon er altijd wel paraat voor staan. En ik weet gewoon dat als ik moet knokken, kan ik knokken. Dat zit er gewoon in. En natuurlijk gaat op een gegeven moment je conditie meespelen, maar dan moet je gewoon even op karakter verder gaan. Zoals in het echte leven, maar heb je dan zeg maar meerdere keren dat meegemaakt dat je dan met iemand zeg maar, op straat een soort met beef zou hebben? Dat je zegt van ik vecht het wel uit met je in de ring? Nee, dat zeker niet. Ik moet zeggen, op straat heb ik eigenlijk echt nooit problemen. Maar dat is wel de denkwijze hoe ik het probeer te brengen voor mezelf. En dat is hetzelfde als mensen zeggen van ja, waarom ga je zwaar vechten? Of waarom val je zoveel af? Of iets. Mm-hmm. Precies dezelfde denkwijze. Okay. Als ik nu met iemand ruzie op straat krijg, dan kan ik moeilijk een weegschaal pakken. Denk je ook wel eens na over het lichamelijke aspect, zeg maar, blessures? Want ik lees ook dat je letterlijk het gips eraf knipt om vervolgens van een gebroken pols te vechten. Ja, mijn hand, ja. Nee, over blessures, dat is... Ik laat het zo zeggen, ik kan voor anderen kan ik heel slim nadenken. Ik kan niet iedereen het beste raad geven. Maar zelf, nee. Wanneer het moet gebeuren, moet het gebeuren. En ja, met het gips eraf knippen, dat was toen het toernooi. En ja, op dat moment waren er gewoon geen vervangers op tijd. Dus ja, dan gaan we maar. Ja, blijkbaar. Je bent wel heel gedisciplineerd, want als je in een trainingsvoorbereiding bent of op een trainingskamp, dan is het letterlijk alleen maar eten, trainen, slapen. Ja. Eten, trainen, slapen. Hoe is het met de man in je leven? Ben je daar nog een beetje... Geen tijd voor. Maar nee, ook kijk, jij hebt toch je ontspanning? Tuurlijk, als het komt, komt het. Maar dan loop je gewoon tegen het lijf. En het is natuurlijk ook wel... De acceptatie is ook natuurlijk niet al te makkelijk. En heel is dat veel, zo? Ja, ik denk het wel. Het is... Ik ga 's ochtends vroeg de deur uit. Ik kom 's avonds laat heel laat thuis. En dan de dag daarna is het weer hetzelfde. En ik denk dat voor ook heel veel mannen is het ook een bepaalde angst. Dat merk ik wel. Als je dan aan het praten bent en dan zegt ze ineens van... Hey, je bent toch... je moet gaan kickboksen. Ja, en dan zie je ze al gelijk zie je ze een reden zoeken om bij je weg te lopen. Oké, okay. Want ze willen die logic toch niet van je ontvangen als een keer... Zit wat in. Ja. Maar bij mannen heeft het altijd een soort aantrekkingskracht. Kijk even naar de heren. Dat je een vechter bent, dat vinden heel veel vrouwen toch wel op een of andere manier super interessant. Heb je dan niet zoiets van, je ziet genoeg fitte boys lopen, dat je denkt van, daar kan ik het wel op, of niet? Natuurlijk wel, maar... Of wil je juist niet met een... Ik zou het zeggen, ik denk niet dat ik met iemand uit de sport zou willen. Ja, nou goed, dat vraag ik me dus dan af. Ik denk, want als ik dan thuis ben, gaat het thuis nog door. En dan wil ik wel even een keer slapen.
Ik denk... Helder. Slapen. Helder. Peter, zeg het maar. Nee, ik zeg niks. Moeten we het daar even over hebben? Dat kan natuurlijk ook. Want de adoratie is natuurlijk ook altijd geweest bij jullie allebei. Dat jullie toch wel wereldkampioenen, K1-champions zijn. Ja. Dat geeft natuurlijk ook een bepaald effect op het vrouwenvolk. Ja, dat was een stuk makkelijker. Ja. Nou, dat is een feit. Ja. Als je kampioen bent in Japan helemaal vroeger. Pas 70, 80.000 mensen in de zaal, elke dag op televisie. Maar volgens mij moeten we daar maar een keer een hele puntje aan gaan wijden. Aan de rolkant van de K1.